Hi, het is super leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Vandaag ga ik met jullie, jawel, nieuwe Essence producten proberen. Deze producten zijn al even op de markt, maar zijn dit jaar recentelijk uitgekomen. Dit heb ik opgestuurd gekregen en ik ga met jullie een super toffe eerste indruk doen, want ik ken de producten verder nog niet. Ben jij nieuw op dit kanaal en wil je vaak van dit soort video's zien? Abonneer even met de rode knop hier beneden, maar ook als je al mijn beauty en lifestyle video's niet wil missen of benieuwd ernaar bent. En bij 5 van abonnees gaat er een cadeau aan uit, de waarde van €25. Laten we gaan beginnen. Ik ben echt super excited. Ik kreeg dit opgestuurd. Ik ben er onwijs dankbaar voor. Mijn allereerste echte make-up pakketje. Er zitten super veel dingen in. Ik heb mijn basis er al op. Ik heb het ook heel snel mijn wenkbrauwen gedaan. Die overigens niet gelijk zijn. Let daar niet op. Hier een paletje. Het Ola Rio. Deze zijn begin dit jaar uitgekomen. En ja, ik hou hiervan. Dit zijn de kleuren. Een beetje goud. Een beetje warm. Paars en bruin. En ik heb zo'n idee dat het ook nog wel eens een heel mooi paletje kan zijn voor de feestdagen. Het is echt nog helemaal dichtgeplakt. Oh! Een hele handige verpakking om er weer in te doen. Voor als je bijvoorbeeld door een reis gaat. Super handig. Deze blijft in de stash. Nou, dit is hem dan. De brush. Een beetje een fluffy brush. Ik ga even kijken wat ik hiermee kan. Qua kleuren. En anders heb ik altijd nog de backup brush van de Hema. Ja, het is een beetje los. Dus ik heb even het plakbandje eromheen gedaan. Ik heb in ieder geval deze twee brushes. Maar ik ga proberen alles hiermee te doen. Nou, ik ga dit paletje eventjes unwrappen, zeg maar. Echt jongens, die kleuren alleen al. Ik vind ze echt prachtig. Oh, ik vind dat met die spiegel, ik vind het wel heel handig, maar voor het filmen is het niet zo heel chill. Ik ga deze kleur ga ik in als transitiekleur doen. Het is een beetje, oeh, hij is ook poederig. Je ziet hem wel een beetje, dus ik ga hem aanbrengen over het ooglid. Dat is voordeel als je weer foundation wil gedragen. Je hoeft dus eigenlijk niks meer aan je ogen te doen. Ja, dit is wat ik al dacht. Het is gewoon een beetje een... ja, huidskleurig kleurtje. Je ziet er niet zo heel veel van. Dus ik kan hier ook niet zo heel veel over zeggen. Wel een heel klein beetje poederig. Ik heb even deze erbij gepakt om af en toe eventjes mijn kwast schoon te maken. Ik ga voor in de crease, ga ik dit kleurtje pakken. Die is ietsjes donkerder, maar ook dit zal niet heel mega, althans. Wat zal ik doen? Ik ga die ernaast pakken. Ik ga wat donkerder. Ik ga deze pakken voor in mijn crease. Ik ga gewoon deze spiegel gebruiken. Super handig. Ik weet niet. Ik vind de kwast heel erg fijn. En oogkwastjes kun je nooit genoeg hebben. Ja, ook dit is weer echt een hele lichte kleur. Eigenlijk een beetje huidskleur. Ja, je ziet hem hier wel. Ja, ik heb nog steeds een beetje struggles met het licht. Ik zit nu wel met een lichtere achtergrond. Dus ik hoop dat het wel wat helpt. Ja, je ziet de shimmer. Je ziet hem wel. Het is echt een hele lichte kleur ook. Je ziet hem eigenlijk bijna niet. Maar hij shimmert wel heel mooi. Nou, wat gaan we doen? Ik wil gewoon lekker een donkere look gaan doen. En daarvoor ga ik deze in de oude V doen. Dit is een beetje dat, dat rooige. Heel mooi. Ook weer poederig. Ik ook eens even een beetje swatchen. Kijken. Ik heb nu deze twee geswatcht. En wat ga ik meer swatchen? Ik heb ook wel eventjes een goud kleurtje swatchen. Kijk. De pigmentatie is echt wel heel goed van die donkere kleuren. En er zit zelfs nog op mijn vinger. Dat is wel heel fijn. Ik vind dit een hele leuke combi. Die bedenk ik echt nu even net. Dus die ga ik doen. Ik ga nu mijn oude V doen met dus dit kleurtje. Dus die onderste. Die kwast is echt wel heel erg fijn, jongens. 1,59. Ik vind hem echt heel erg fijn. Dit lijkt heel vlekkig bij mij, maar ik werk dat straks natuurlijk weg met die shimmerkleur. Ik moet zeggen dat ik die pigmentatie van dit palet echt wowie vindt. Wow, 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 wow. Dit is echt voor het eerst dat ik dit palet gebruik. Weet je, ik wilde hem eigenlijk al zo lang hebben. Eigenlijk toen hij uitkwam al, heb ik al die paletten eens bekeken. Want heel veel van die influencers, die kregen die andere paletten. En ik ben eigenlijk bijna geen enkele influencer tegengekomen die dus dit paletje had. Ja, gisteren toen ik op bed lag, zat ik te kijken. Toen zag ik me niet voorbij komen. Maar die had dus, zij had dus, dat is een Amerikaanse. Zij had dus echt alleen
die paarse shimmerkleur uit het palet gebruikt in de look. En ook nog een andere. Zij heeft dat gewoon besteld. Zij heeft dus niks in de PR gehad. Nou. Ik moet zeggen dat ik wel tevreden ben. Ik ga toch even een ander kwastje erbij pakken om even een beetje te blenden. Dus die van de Hema. Dit is mijn backup brush. Ik heb gewoon die ingevallen wenkbrauwen. Echt erg. Oh. Oh, handig deze. Ja, dan heb je net foundation op. Dit is echt een topkleur. Nou, ik heb nog een beetje met de Hema brush gedaan. Ik moet hem echt even wennen aan deze brush. Dat kan misschien door de vorm komen. Ik ben normaal gesproken gewend om met deze te werken. Maar dat moet wel goed komen. Ik vind dit echt een hele mooie kleur. Ik weet niet wat dat is met mijn wenkbrauwen. Maar ze zijn heel erg ingevallen. Ik moet het echt even gaan laten liften. Dan hierdoor komt mijn oogschaduw er echt helemaal niet mooi uit. Maar goed. Dat heeft niks met het product te maken. Ik ga nu deze kleur pakken. Die paarse kleur. Kijk wat een product eraf komt. En die ga ik op de buitenste deel van mijn ooglid aanbrengen. Van mijn bewegende ooglid. Hij is heel fijn voor de grote delen van het oog. Maar ik ga toch voor de shimmery kleuren ga ik mijn smudge brush van Real Techniques pakken. Ik ben geen professionele make-up artist, maar ik moet zeggen, hij is heel subtiel. Ik had hem echt heel erg heftig verwacht. Maar in combinatie denk ik met die kleur ernaast, is hij echt best wel subtiel. Ik ben fan van dit palet. Ik heb echt het idee, ja, hij lijkt heel erg heftig ook op de swatchje zo, als je hem helemaal aanbrengt op een ondergrond, dan is die echt gewoon heel erg wowie. Nou, wat ik dan ga doen is deze gouden kleur aanbrengen op het binnenste van mijn ooglid. Ik ga gewoon lekker all the way vandaag. Ik vind het helemaal prima. Komt echt product vanaf. En wat ik fijn vind is dat er gewoon echt bijna geen fout onder mijn ogen is. Mooi, ze blenden ook mooi in elkaar over. Ik moet straks nog eventjes de hele boel blenden hoor. Wat daarboven zit ook. Vind ik wat nadeel met dit soort kleuren is dat je het naderhand nog wel eventjes een beetje strak moet trekken. Dan heb ik ook niet de meest perfecte oogschaduw ogen. Daar baal ik echt wel van. Nou, overall vind ik de gouden kleur echt ook echt prachtig. Het is gewoon echt een heel fijn warm palet. En ik vind het oprecht ook een heel tof palet voor de feestdagen. En dat meen ik echt oprecht. Ik ga proberen eerst met deze te blenden. En dan pak ik die donkere kleur weer. Nou, kom op hè jongens. 1,60. Voor die brush. Ik vind het echt top deal. Ik ga gewoon dit oog ook even blenden hiermee. Wat ik wel merk aan de penselen is dat hoe specifieker mijn penselen worden, hoe beter mijn ooglooks worden. Ik heb het idee dat ik nu mijn ooglook is wel wat hoger, maar doordat ik deze brush heb gebruikt, heb ik het idee dat het gewoon heel mooi overloopt. Dus daar ben ik super blij mee. Mijn stash gaat uitgebreid worden met meer van dit soort specifieke kwasten, want ik hou hiervan. Nou, dan zit de ooglook er op de eyeliner. Dit vind ik dood en doodeng. Dit is de Dip Eyeliner. Waterproof, gewoon zwart. Er is een heel spits puntje zit erop. En ik ga het proberen. Of het lukt, weet ik niet. Nou, jongens, dit was mijn ooglook. Super tevreden mee. En ik ga gewoon eventjes één oog proberen.
even buiten camera mijn andere oog doen. Nou, de eyeliner zit erop. Uiteraard is dit oog altijd slechter dan dit oog. Dit is mijn dominante oog. Dit oog lukt altijd beter. Deze eyeliner vind ik duidelijk fijner dan de eyeliner die ik eerder heb gekregen van Essence zelf, zeg maar. Dat was die ene die ik ook in mijn Halloween look heb gebruikt, die zilveren. Deze heeft echt een hele vaste applicator. Het is geen kwastje, zeg maar. Je kan, zeg maar, hele dunne lijntjes maken. Maar ook hele dikke. Ik vind mijn Cutie Wing wel heel schattig. Dat is zeker een blijvertje. De mascara. En hier ben ik super benieuwd naar. Ik ga ze even niet krullen. Daar heb ik even geen zin in. Ook niet met die eyeliner. Wat ik eigenlijk van tevoren moet doen. Dit is de verpakking. Dit is de applicator. Dit borsteltje. Best wel huge. Oh god, die eyeliner. Dus het ligt niet aan het krullen. Het ligt echt aan mij. Ik moet hier echt meer mee gaan oefenen. Oké, je ziet het bijna niet door die eyeliner. Ik laat het zo eventjes zien. Maar oh my god, wat is dit borsteltje fijn. En nou de tester testen, de tweede laag. Want bij mij ging het de vorige keer met die I Love Extreme mascara, die roze. Ging het bij mij compleet mis bij de tweede laag. Omdat het helemaal dik werd en aan elkaar ging zitten. En op een gegeven moment ja, werden mijn wimpers gewoon super zwaar. Nou, door die dikke lage eyeliner zie je mijn wimpers niet. Maar ik vind dit wel echt een aanrader. Je ziet een lichte krul, maar wimpers echt een drama. Ja, ik ben echt helemaal fan van deze. Je ziet het hier wel een beetje. Je ziet echt wel dat... Hier ook. Je ziet echt wel die krul. En ik heb ze niet eens gekruld. Dus... Ik heb mijn nieuwe holy girl. Ik zit een beetje scheef voor de camera, jongens. Ik heb echt een nieuwe favoriete mascara. Ik heb nu twee mascara's van de Essence. En ik vind deze gewoon heel fijn. Dus ik ga zeker een backupje halen. Nou, dan heb ik nog meer producten. En dat is deze blush. Nou, dit is een product. Hij is een beetje bruin. Wil op zich wel matchen met mijn ooglook. Nou, je kunt deze dus ook als bronzer gebruiken. Ik ga deze aanbrengen. Ik heb hiervoor deze blush brush. Ik heb het nog nooit gebruikt. Dus ik ben echt benieuwd. Ik ga hem eerst even swatchen. Je hebt hier dus ook nog een highlighter van. Die is echt wat meer een beetje icy. Dit is echt een heel fijn blushje hoor. Ik dacht echt dat die mega heftig zou zijn. Maar dat is die helemaal niet. Ik vind hem voor het product dat er afkomt. Ik vind hem echt super. Jongens. Okay, je ziet hem hier echt. Je ziet hem heel goed. Favorietje. En echt maar tussen de 2 en 3 euro of zo. Echt. Jongens. Essence is echt een bom. Ik doe hierbij geen highlighter op. Die heb ik ook niet gehad. Maar ik vind eigenlijk met zo'n look. Vind ik eigenlijk ook niet dat er een highlighter bij moet. Want het is al glowy genoeg. Het laatste product wat ik heb is deze Plumping Nude Lip Gloss. In de kleur She's So Extra. Nou. Ik moet die dan gelijk mee aan Jessie Meyer denken. Die is ook extra. Die is zo extra. Ik vind het echt een super tof kleur die ze erbij hebben gedaan. Ik ben zo benieuwd hoe dit uitpakken op mijn lippen. Nou, het is gewoon een gewone normale applicator. Ik zal ook dit even swatchen. Niet hele bijzondere nude kleur of zo. Ik heb ook al een beetje een lipglossje in deze kleur. Die heb ik toen ook bij die goodie gehad met die eyeliner en zo. Het gaat inderdaad tintelen. Ik voel het echt super raar om een lipgloss op te doen die gaat tintelen. Maar dit is dus blijkbaar dat plumping effect. Overall vind ik het echt een super toffe look geworden. Nou, ik ga even mijn mening geven over wat ik hiervan vind. Ondanks dat ik het heb gekregen, blijf ik ten alle tijde gewoon eerlijk. Dit palet, ik ben hier echt super enthousiast over. Ik ben echt heel blij dat ik deze alsnog heb kunnen bemachtigen. Deze gaat sowieso terugkomen in de Back to School of the Stay Tuned. Ik heb al een look in gedachten hiermee. Misschien dat het ook nog wel voor een kerstlook terugkomt. Ik vind hem heel mooi voor de kerst. De eyeliner vind ik echt super fijn. Ik moet hier echt mee gaan oefenen. Maar dat gaat zeker goed komen. Ik vind mijn baby wing echt nog steeds zo cute. Deze mascara heeft me weten te overtuigen dat niet alle Essence mascara's niet goed zijn. Dat zou waarschijnlijk gewoon een productiefoutje zijn geweest. Maar deze is echt top. Deze gaat een blijvertje worden. De blush is echt werkelijk waar. Prachtig. Ik ga out of mijn comfortzone. En ik ben er blij mee. Goeie
toevoeging op mijn stash. Ik ben helemaal om. Ik hou van plumping. Ik ben hier echt super, super tevreden over. Ik denk dat ik hier nog even een backupje van ga halen, want ik vind de kleur echt prachtig. Ook hier ben ik super tevreden over. Ik vergeet helemaal de brush. Die heb ik natuurlijk opnieuw getest. Deze is echt super fijn. Ook hier moet ik even mee gaan leren werken. Maar overal vind ik dat die de look echt super mooi heeft gemaakt. Dus ja, ook dit is een blijvertje natuurlijk. Nou, dit was dan mijn nieuwe product van de Essence Review. Eerst indruk. Ik hoop dat jullie het een beetje een leuke video vonden. Laat me even onder in de comments weten wat jullie het leukste product of het mooiste product vinden. Of jullie een van deze producten al kennen. Er komt nog veel, veel meer make-up aan op dit kanaal. Je zult ook wat meer video's van mij kunnen verwachten nog. Ik zou zeggen, abonneer gewoon, zet het belletje aan en dan blijf je op de hoogte. Mocht je dit nou een leuke video vonden of de look tof vinden, doe dan even een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie graag weer terug in de volgende video.